De Japanse duizendknoop, ooit naar Nederland gebracht als sierplant. Maar nu overwoekert die hele gebieden en verdringt zo de inheemse planten. Zo ook hier op Ter Schelling, waar typische duinplanten zoals het zandblauwtje en het biggenkruid verdrongen worden door deze exoot. Bestrijden is heel erg arbeidsintensief. En daarom hebben ze hier aan de rand van West hele speciale werknemers in dienst. We hebben. Hier gekozen voor het inzet van varkens tegen de uh, invasieve exoot, de Japanse duizendknoop. De duizendknoop die zaait niet uit vanuit hun bloemen of ze hebben geen zaden, maar ze lopen uit op de knopen. En dat zijn de knopen van de wortels of de knopen van, uh, van de bladeren. Dus als er zo'n stukje plant ergens anders, had, begint die daar opnieuw. En varkens die gaan dus de grond in om ook die wortels aan te pakken. En dat, dat is eigenlijk hun kwaliteit. Door de inzet van deze varkens van het Derschellinger Vleesveehouderij hoopt Staatsbosbeheer ook de bewustwording over de Japanse duizendknoop te vergroten? Het ergste is eigenlijk de kans op, op nieuwe besmettingsplekken, dus verspreiding. Dus als het in de berm komt te staan en iemand maait daar netjes en dat maaisel komt weer op een nieuwe plek, dan is de kans heel groot dat daar weer een nieuwe besmetting komt. En dat moeten we eigenlijk zien te voorkomen. En daarna gaan we elke plek proberen uh, schoon te krijgen, zodat je ook geen verspreiding meer hebt. Zoals de varkens dat in dit gebied doen. dus. En dat doen ze met volle overtuiging. Ja, ze zijn gewoon leuk om ook in het echt te zien hoe ze aan het werk zijn. En hier hebben ze een duidelijke functie: dus de Japanse duizendknoop te, te bestrijden. Ja, en kijken hoe ze erbij liggen. Dat is toch een leuk plaatje. Als dit veld duizendknoop vrij is, worden de varkens verplaatst naar hun volgende werkplek. Op zee.